Na 51 jaar is voor de Wereldwinkel in Schijndel over en sluiten. In deze 51 jaar hebben ze veel gedaan op het gebied van food en fair trade. Ja, na 51 jaar zit het erop voor de Wereldwinkel hier in Schijndel. Had u het aanzien komen? Nou, we hebben het heel lang tegengehouden. Er zijn heel veel wereldwinkels verdwenen. In Boksel is die weg, in Best is die weg, Uden, Heeswijk, Den Bosch is weg geweest. Boksel gaat blijkbaar weer open, maar ja, die zijn ook een beetje huiverig. Maar ja, wij zeiden, ja, zolang als wij kunnen blijven we doen, want ja, het is natuurlijk wel een goed doel. Hè? Ja, jullie zijn ook van locatie gewisseld door de jaren heen. De laatste ook hier bij de Hoofdstraat ook. Heeft de laatste jaar ook die locatie bijgedragen dat er minder klanten kwamen? Nee, juist niet. Deze locatie heeft eigenlijk wel meer klanten gebracht. En wij zijn uit de Hoofdstraat gegaan, was ook erg klein. En toen zijn we naar een heel groot pand gegaan, maar met 4. En dat was niet zo'n succes, want het vulde niet aan waar wij voor... Er kwamen geen mensen binnen waar wij ook iets aan hadden, zeg maar. De omzet was vorig jaar echt duizenden euro's minder als het jaar daarvoor. Ja, dus. En dat heeft dus ook bijgedragen dat jullie uiteindelijk de deur dicht moeten doen? Ja, zeker. Ja. Als je echt alle zeilen bij moet zetten om de huur te kunnen betalen en er blijft verder dan niet veel meer over, ja, dan kan je eigenlijk al bijna niet meer gaan inkopen. Ja, want de supermarkten hebben door jullie eigenlijk ook veel meer aan fairtrade gedaan. Was het ook jullie doel? Nou, het doel is inderdaad dat meer mensen fairtrade gaan kopen en dat mensen dus eerlijk betaald krijgen voor hun werk. En dat zie je mee wel bereikt, denk ik. Ja. Ja. Hoe voelt het dan dat dit op een gegeven moment weggaat? Ja, dat is toch wel heel verdrietig, want je doet het met hart en ziel. En anders was je al veel eerder vertrokken. Je doet het met een bepaalde boodschap. Ja, en helaas is het ons niet gelukt. Dus dat is wel heel erg jammer. Zag u het aankomen van dat jullie moesten gaan sluiten? Nou, als het zo links en rechts om je heen iedere keer leest dat er... Ja, winkels sluiten, dan krijg je het ook wel een beetje de kriebels. Want wij hadden hier ook wel dagen dat het heel stil bleef. En dan dacht je, oei, wanneer zijn wij aan de beurt? Maar ja, helaas. De Wereldwinkel gaat sluiten. Wat betekent dat voor u als klant? Voor mij betekent dat als klant dat ik geen aparte cadeaus meer kan kopen. Dat ik, ik een goed doel kan steunen en dat ik ook bijzondere cadeaus kan kopen voor verjaardagen of voor andere mensen. Ja, want u kwam hier vaak? Ja, ik kwam hier regelmatig om juist om de cadeautjes te kopen. Maar ook, net wat ik ook net zei, om het goede doel te steunen. Waar zij voor staan om daarmee anderen te kunnen helpen. Daarvoor kwam ik speciaal hier naartoe.